Wat is dit? Het is de ultrahand. De kracht om objecten vanaf een afstand te verplaatsen. Oké, de ultrahand is geactiveerd. We zijn toch beter in bouwen dan ik denk. We zijn bij de tempel van Inissa. En we zijn hier aangekomen per boot in de vorige aflevering. Dat ging ongeveer zo. Ik heb een boot gebouwd met extra motorzeil. Zeilmotor. Dit. Maar goed, we zijn er. Nou, als je deze serie vet vindt, knal de duimpjes omhoog. Laten we proberen minimaal 1000 duimpjes te halen. Oh, en ik zie dat heel veel mensen nog niet geabonneerd zijn. Dus druk op die abonneerknop als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ga ik binnen naar de tempel van Inissa. Ik ben heel benieuwd wat voor superkracht we hier gaan krijgen. Yo, daar ben je dan. Strek je rechterhand maar uit. Dit is je linkerhand, Rick. Strek je rechterhand maar uit. Ja, die ziet er nog steeds niet zo goed uit, hè? Maar ja, het is wel een superkrachtige hand aan het worden zo, denk ik. Dus even kijken wat we gaan krijgen. Wat is het? Is het de bomkracht? Want hiernaast zag ik al dat er een gekrakte muur was waar we misschien een bom kunnen gooien. Nee, we kunnen nu hechten. De kracht om één stuk materiaal te bevestigen aan een wapen of schild dat je draagt en zo een nieuw wapen of schild kan creëren. Dat klinkt goed. We kunnen twee verschillende voorwerpen tot één groter voorwerp combineren. Zie je het zwaard verderop? Neem het en voeg er een ander wapen aan toe. Dus ik kan nu mijn houten schild of mijn bijl met steen eraan plakken. Ik heb nu een verroest slagzwaard. Oké. Ik heb nu twee zwaarden in mijn wat? Ja, mijn zwaard zit vast aan mijn schild. Mijn verroeste zwaard. Kan ik dat aan het rotsblok zetten? Oh ja, kijk! Kan ik dan nu zo deze kapot slaan? Wat is dit? Dit wordt wel een gek spelletje op deze manier, hoor. Als je alles aan elkaar kan verbinden, dat zou echt wel sick zijn. Een vuurvrucht. Ik denk dat wij deze vuurvrucht moeten combineren met iets. Ik denk aan die pijlen. En dat we dan daarop moeten schieten. Kijk, we moeten hem zo opzoeken. Deze. De vuurvrucht. Kijk. Dit is vet. Dit is... Oh. Oh, wacht. Ik moet daarop schieten, denk ik. Dan gaan al die bosjes weg. Ja, top. En dan valt dat naar beneden. Yo, en dan hebben we een schat gevonden. Wat zit er dan in een Kinzie? Oh, een kleine sleutel die we ook echt nodig hadden. Maar dat zwaard ziet er niet uit. Met dat rotsblok eraan vast. En een schild. Nou ja, oké. Maakt niet uit. Ik ga deze even kapot slaan, want hier bovenop, daar stond ook een kistje namelijk. En daar zit... Oké, daar zitten 5 pijltjes in. Nou, dank u wel. Ik ga weer verder. Deurtje openmaken met de sleutel die we hebben gevonden. Laat me erdoor! Klimmen we even omhoog? Zijn we er dan al of moeten we nog wat doen? Eens even kijken. Oké, wat is dit? Oh, dit is zo'n beschermer. Oh, en die gaat gewoon gooien met die rotsblok op mijn hoofd zeker. Ik ga hier zo'n pijltje opgooien. Zo, dan gaat dit allemaal verbranden. Sta je al in de fik, vriend? Ja. Dan heb ik hem al bijna kapot. Otseflotsie. Oh, hij heeft een goede boog. Hij heeft een zonoïde boog. En zonoïde officierhoorn. Scherp genoeg om mee te steken. Hecht hem aan een wapen om de aanvalkracht te vergroten. Dus dan hebben we bijvoorbeeld deze. Kunnen we deze even zo neerleggen. En dan ga ik die aan mijn zwaard doen. Oh, dat gaat niet, want dit is al een speciale. Dat kan je denk ik zien aan de 1.0 die erachter staat. Bam, bam. Oh, daar zijn we er al. Met mijn rotsblokzwaard. Oké, dus nu hebben we deze aanhechtkracht ook gekregen. En natuurlijk weer een lichtbolletje erbij. De zonoïde lakai zegt, Linky, ik ben hier omdat ik u nog iets moet geven. Wat heb jij voor mij? De powerbank. Oké, dan. Dankjewel voor je powerbank. Die zult u nodig hebben om gebruik te maken van zonai werktuigen. Apparaten die ons hier van dienst zijn. Oké, daar ga ik later nog wel achter komen, denk ik. Daar moet ik naartoe. Oké, is goed. Dankjewel voor de powerbank, maat. Maar dan hebben we hier dus geen bom voor nodig waarschijnlijk. Kan ik dit dan gewoon kapot slaan zo, deze muur? Oh ja, kijk! Super chill! Nou, 5 pijlen, altijd welkom. Maar, kijk, daar is nog een gat. Ik wil daar even naar beneden. Ik ben hier namelijk al eerder geweest toen ik aan het verkennen was. En ik weet dat hier ook nog zo'n rotsblokmuur is die we kapot kunnen slaan. En waar komen we dan uit? Kijk, dit is het leuke van Zelda games. Je kan gewoon gaan en staan waar je wil en proberen te ontdekken wat je wil. Kijk, hier is een kissie. Lekker. Hotseflots. Schop er tegenaan en uitpakken. Die barnsteen. Oh, we zijn weer achter de waterval. Er zijn altijd geheimpjes achter watervallen in Zelda. Dat blijft gewoon altijd zo. Maar ik denk dat we nu uitkomen aan de andere kant van het meer, waar ik dus vandaan kwam. Of zijn we op een speciale plek? Oh, nee, zie je? We zijn aan de andere kant van het meer. Oké, even kijken of ik hier op kan lopen. Ah! Oké, focus. Niet vallen, Link. Als je nu valt, dan val je heel erg kapot. I walk a lonely road, the only road that I have ever been. Don't know where it goes.
Ja, lekker Link. Lekker. Beter is hier iets. Wat is dit eigenlijk? Zonowinium energiebol. Oh, dat is voor een powerbank. Lekker, man. Bam. Zitten alleen maar pijlen in? Wat moet ik met zoveel pijlen? We gaan nu die Zonoïde man zoeken die mij wat kan uitleggen over mijn powerbank. Ja, ik ben weer terug aan de andere kant en hij zou hier ergens moeten zijn. Misschien hier doorheen. Ontdekt. Meer grot. Met glimbloemzaadjes. Let's go. Oh, en meer fluis. Meer fluizen. Minder fluizen. Oh, heb ik al een zwaar wapen? Want dan kan ik dit slopen. Slagbel met steen. Ja, lekker. Hoppakee, zoutkristalletjes. Yo, wat is dat? Ik wil deze boy in de fik steken. Waar ben je? Daar ben je. Oh, ziek idee. Pak hem. Oh nee, dit is zielig eigenlijk. Dit is eigenlijk zielig. Oh my god. Nee. Oh, wat is dit? Bubbel kikkerkristal. En de konijntje is weggelopen. Wat kunnen we met deze kristallen? Oeh, oké. Blijkbaar zijn dit speciale monsters of zo. Hoppakee, we gaan weer eventjes slopen, jongens. Ja, lekker. Oké, hier liggen echt superveel materialen en zo, joh. Robijntjes. Ja, die kunnen we allemaal verkopen straks. Daar kunnen we allemaal roepie-roepies voor krijgen. Roepie-roepie. Kijk, en nog een kistje aan het einde van de gang. Lekker. Hé, ik heb eindelijk kleren. Ouderwetse kleding. Er zitten wat gaten in, maar de stof is aangenaam zacht. Kreukels krijgen er niet makkelijk uit. Lekker. Oh, meer fluis. Wegwezen. Hotsevlots. Ja. Kijk, eindelijk heb ik kleding. Hotziek idee. Ik ben er blij mee. Hallo. Kunnen jullie mij meer vertellen over mijn powerbankies. De vlotten om de oversteek mee te maken zijn kapot, waardoor alles nu stil ligt. Normaal gesproken is dit de plek waar grondstoffen naar de overkant worden vervoerd. Het is nog een geluk bij een ongeluk dat de Zonai-werktuigen onbeschadigd zijn. Oh ja, kijk, de Zonai-werktuigen. Wat zijn dat dan? Dit apparaat hier is een voorbeeld van een Zonai-werktuig. Dit is een blazer. Of een blazer, denk ik. Een blazer is wat anders. Hij gaat aan als u erop staat en veroorzaakt wind wanneer u wilt. Oh, dat is wel nice. Maar het kost energie om zo'n werktuig te gebruiken. Daarvoor hebben we powerbankie nodig. Ah, en die hebben we. Powerbanks slaan de energie op die nodig is om de werktuigen mee aan te drijven. En wanneer we geen werktuig gebruiken, dan wordt de energie weer aangevuld. Oké, duidelijk. Oké, ze hebben een werkend vlot nodig. Dat heb ik dus al eerder geprobeerd, hè. Om een vlot / boot te bouwen. Jullie weten hoe dat is gegaan. De lakeien hebben zij als eerst gemaakt. Dat waren de eerste Zonoïden. Er zijn Zonoïden, kokzonoïden, houtwerkers, te veel om op te noemen. Ze deden zoveel kennis op over het vakgebied dat ze allerlei dingen aan ons konden leren. Oké, nice. Ja, oké, maar nu moeten we dus een vlot bouwen. Wacht even. Als ik nou gewoon zo dit zo vastmaak, hè, aan elkaar. Zo. En deze bijvoorbeeld ook vastmaken. Ja, zo. En dan hebben we hier nog één. Zo, dan hebben we de vier naast elkaar. Nou heb ik dus deze vier en die wil ik allemaal vastpakken. En dan wil ik deze eronder leggen, zodat dit vastgemaakt wordt. Hebben we dan een vlot? Als ik dit op het water leg, bijvoorbeeld, hebben we nu een vlot? Ik vind van wel. Moeten dit niet dan de motoren zijn of zo, aangezien ik er toch niet op kan staan? Beetje draaien, zo. Ja, hoppakee, hebben we er nog één. Nou, dan leggen we deze op het water. Zo, hotsevlots. Let's go. Let's go. Gaan. Oh, kijk, ja, we moeten ze ook echt aanzetten. Je moet er gewoon een klap tegen geven, maar misschien kan je er dan wel op staan. Ik weet het niet. Nou ja, in ieder geval, we hebben een bootje. Dit ziet er wel vet uit. Oh, nee, let's go. Oké, we komen precies in de hoek aan. Ja, ik vind het goed genoeg. Ga maar uit, want ik moet mijn powerbank nog houden, hè. Zo, kom maar even op de kade dan. Lekker, man. Bootje gebouwd, hoor. Hotsevlots. Dit zijn energielokies. Oh, daar kunnen we misschien weer powerbank-energie van maken. Moment, u reist op dit tijdschip nog in de richting. Ja, zeker. We reizen over een nogal ruig bergpad. Het is belangrijk om me goed aan te passen aan de omgeving. Wilt u mijn aanbevelingen horen? Nou, vertel. Het is van essentieel belang om over vuur te beschikken. Zolang u vuur kunt ontsteken, kunt u koken en uzelf warm houden. Daarvoor hebben we vuurstenen nodig. Leg de vuursteen naast de stapelhout en sla er tegen. Oké, we moeten gewoon alles slaan elke keer. Oké, duidelijk. Zolang u een pan en een vuur heeft, kunt u altijd overal koken. Hoe kom ik aan een pan? Oké, ja, nou, hier is wel een pan, maar ik denk niet dat ik die pan mee kan nemen. Oh, wat een ziek idee. Alles moet kapot. Dit is waarschijnlijk een vuursteen. Ja. Oké, leg maar één vuursteentje neer. Oké, en een stapel hout. En dan moesten we een klap tegengeven, hè? Ja, kijk, hotsevlots. Oh, nee. Mijn zwaard staat in de fik. Ik wil een andere. Oké, nu kunnen we koken. Bijvoorbeeld vuurvruchten. Oh, maar die moeten we even vanaf hier vastpakken. 3 vuurvruchten en 2 hemelzwammen. Oké, die gaan we koken. Let's go. Oh, ik wou koken. Laat me koken.
Ja, kijk, top. Ben benieuwd wat voor gerechtje ik heb, jongens. Wij hebben paddenstoelenvruchtmix geschroeiend. Oh, daar zijn mijn aanvalskrachten besterker in de hitte. Oké, volgende plan. Met een appel erbij. 2 vuurvruchten en een appel. Blijven we hier warm van? Nee, hier gaat mijn aanvalskracht ook van hoger. Oh, met monster ingrediënten. Daar kan je drankjes mee maken. En die drankjes, die houden je waarschijnlijk wel warm. Oké, dus bijvoorbeeld 2 van deze. Of 3. En dan 2 kiesvleugels. Blijven we daar dan warm van? Lekker koken, jongens. Oh, mislukte maaltijd. Ik ga het met een oog proberen. Met een kiesoog. Zou dit ook een mislukte maaltijd zijn? Ja, maar dit is niet oké. Hoe moet ik dat dan fixen? Hier kunnen we naar beneden. Ik ben gewoon een stukje verder gelopen, hoor. Misschien liggen hier wel items die ik nodig heb. Oh, een choo-choo gelei. Wegwezen. Cool. En deze kunnen we schieten. En wat zit daar dan in? Het is een Koroki! Je hebt me gevonden! Doei, mazzel! Nou, leuk je hier gezien te hebben, vriend. Ja, ik ga gewoon naar boven, hoor. Ik weet het anders ook niet. Misschien komen we nog items of dingen tegen waarmee we onszelf warm kunnen houden. En anders eten we gewoon al die mislukte maaltijden op. Ik heb in ieder geval nu wel een soort van half truitje. Zou zeggen dat we het al een stukje warmer moeten hebben. Kijk, hier is nog een keer kampvuur, zie je? What up? Bam! 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 Bam. Lekker. Oh, kijk. Hij pakt ook wat op. Wegwezen. Oh, die guy is wel sterk. Oké, wacht. Ik moet voorzichtig zijn voor hem. Zit je me nou te mappen, jongen? Weg. Zo, ik sprong wel sick weg. Nee, hij waait mij weg. Wacht, ik moet even op hem lokken. Ja, zo deden we dat. Hoppakee. Lekker. Opeens waren hier weer vijanden, maar ik was gewoon benieuwd naar dit kissie. Zo, ik pak dit allemaal op. Nou, deze niet. Die hoef ik niet. Maar maak het kissie wel open. En daarin zit een opaal. Oké, maar we moeten denk ik de mijnen in. En dan gaan we even een mijnkarretje hierop neerzetten, zo. Juist. En dan doen we deze er even achter. Zo, die doen we zo eraan vast. Ja, cool. Daar gaan we! Heel cool. Oh, het is hier wel echt vet donker trouwens. Oh, maar valt mee. Oké. Oef. Oké, we kunnen niet verder. Oh, deze moet nog even uit, anders dan gaat mijn energie op. Hallo, meneer de Zonoïden. In deze grot is het donker. Als u naar de mijn wilt, zult u een lichtbron moeten hebben. Ja, ik heb glimbloemzaadjes. Oké, die kunnen we slaan of zo? Hoe gaan we dit doen? Oké, we moeten glimbloemzaadjes pakken. Bijvoorbeeld eentje neerleggen en dan slaan. Ja, kijk, dan hebben we licht. Oké. Ja, die zou je vast ook wel ergens aan vast kunnen hechten, denk ik. Maar goed, prima. Ik doe het even op deze manier. Zo, deze wil ik even kapot slaan. Lekker. Zonainium. Een mineraal? Hier werden wapens en uitrusting van gemaakt. Ik denk dat die best wel belangrijk zijn. Kijk, hier kunnen we nog meer pakken. Lekker. Die nemen we allemaal mee. Kijk ze nou, joh, deze mijnwerkers. Lekker bezig, gasten. Jij bent het zonanium aan het zuiveren? Onze beschaving floreerde door dit erts te zuiveren en er allerlei soorten materiaal van te maken. Bij het zuiveren wordt het zonanium gesmolten in een oven en verwerkt tot verschillende soorten materialen. Oké, dat klinkt wel spannend. Ja, met de energiebollen kunnen we de energie van de powerbank aanvullen. En die kristallen worden gebruikt voor powerbanks. Mogen we dit meenemen? Je kunt de capaciteit van de powerbank mee vergroten. Ja, dat wil ik wel. Ik koop ze gewoon gelijk allemaal. Let's go. Alsjeblieft, man. Weet je, geef me je energiebollen ook gelijk. Kijk maar. Joe, mazzel. Wat zijn dit dan weer, joh? Dit is een mijnwegenstation. Opgegraven materialen worden vanaf hier vervoerd. Bent u wellicht vergeten om zonai-capsules mee te nemen? Ik weet niet wat dat zijn, jongen. Capsules zijn handige, draagbare zonai-werktuigen in capsulevorm. Oh, thanks. We krijgen 3 blazers mee. Oh, dat is super chill. Oké, dus we hebben er eentje sowieso van nodig om die hier op zo'n karretje te zetten. Zo, hoppakee. Daar is er 1. Die knallen we hier achterop dit karretje. Zo, vastmaken. En gaan. Hot, ziek idee. Ja, dit is wel vet, jongens. Kijk dan, daar gaan we door de mijnen heen naar boven via een mijnkarretje. Die we zelf van kracht hebben voorzien. Dit is wel heel vet, hoor. Dit is heel... Ah, nee! Ah!
Ik wou een mooie thumbnail shot maken. Verslik me ook gelijk. Zo, als ik dit nu nog 2 keer fout doe, hè, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon klaar. Dan kunnen we hier gewoon niet meer uit deze grot. Want mijn blazer was wel weg. Oké, poging 2. Ik blijf stilstaan. Tenminste, ik blijf hierin staan. Ja, oké, cool. Ja, niet meer bewegen, Link. Niet meer bewegen. Dit is het. Dit is het. Je gaat niet nog een keer vallen. Niet nog een keer vallen, vriend. Heel vet hoor, heel vet dit. Let's go, Linky! Daar zijn we zijn boven. Ik wou eigenlijk die gewoon meenemen weer. Nou ja, dat gaat denk ik niet. Oh, what? Hier zijn de capsules of zo. Oké, nice, maar wat moet ik hier ingooien dan? Oh, horens of energiebollen? Oké. Ja, leg er maar in, die energiebollen dan. Hoppakee. Dit lijkt net zo'n kauwgomballenautomaat. Kijk. Oh, zoveel. Oh, dit is heel nice. Ik heb ook een rijstkookpan nu. Oh, dat is super handig. En een vlammenwerper. Dit is ideaal. Kijk dan, joh. Wie is dit? Ik mis mijn korokmaatje. Hestu? Oh, nee, dat ben jij niet. Ik ben een korok, een woudgeest. Samen met mijn korokmaatje reis de hele wereld over. Althans, dat deden we, want ik ben achterop geraakt. Oh, je Mattie is daar. Hij zit daar bij het rooksignaal op me te wachten. Nou, oké, ik ga hem wel halen. Ik dacht dat ik ondertussen gewoon onderweg was naar deze laatste tempel. Maar we zijn helemaal hier. En we hebben maar vanaf dit stuk gelopen. Maar in deze aflevering hebben we wel echt superveel geleerd over de Zonoïden. En wie ze zijn en waar ze hun kracht en alles vandaan halen. Dus dat vind ik wel vet. En in de volgende aflevering gaan wij deze Korok helpen. En wie weet zijn we dan ook wel snel bij de volgende tempel. Knal de duimpjes omhoog. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!